deze haven komt nooit meer terug. Dat is echt deze unieke dag. In Kruispunt, aanstaande zondag. Wat doet Arie Slob achter dit gordijn? Als je dan door de voordeur gaat, dat je dat aan de kapstok zou moeten laten hangen. Dat kan natuurlijk niet. Waarom is Halbe Zijlstra zo boos? Wat rechts stolzaag rijden van. En hoe komt Henk Bleker in deze stal aan gedachten over God? Dan is sowieso niet goed om voor God te spelen, maar te veel al helemaal niet. De levensbeschouwelijke kieswijze van Caro en CV helpt u bij de keuze voor de komende verkiezingen. Zondag in Kruispunt.